Nou, welkom weer. Op deze iets wat gure maandagmorgen. Dit is alweer het laatste college van wiskunde. Hierna. Op zich is dat erg prettig. Ik kom nog een keertje terug bij theoretische biologie om één college te geven. Aan het eind. Nou, vorige keer, een week geleden, heb ik jullie een paar trucjes laten zien, of een paar handigheidjes laten zien eigenlijk, waardoor je wat sneller een systeem van differentiaalvergelijkingen kunt analyseren. Hè? Dus dit was ons uiteindelijke aanvalsplan, zeg maar. Als je een systeem hebt van twee differentiaalvergelijkingen, in het Engels noemen we die dingen ook wel ODE's, staat voor Ordinary Differential Equation. Je hebt ook andere soorten differentiaalvergelijkingen, daar hebben we het nog wel een andere keer over. Maar goed, je hebt een systeem van twee differentiaalvergelijkingen. Hoe begin je dan? Nou, in principe tekenen we altijd eerst een faseplaatje met nulclines. Dus we stellen die en die gelijk aan nul. Tekenen de nulclines, tekenen het vectorveld. En heel vaak kunnen we aan het vectorveld al zien wat voor evenwichten we hebben. En als dat niet lukt, dan kunnen we proberen om in de evenwichten waar we aan de hand van het vectorveld niet kunnen zien wat het is, om daar een grafische Jacobiaan te maken. Dus je kijkt naar de pijltjes en dan ga je plusjes en minnetjes in de Jacobiaan invullen en dan kijk je of de determinant en de trace positief of negatief zijn. En aan de hand daarvan kun je in ieder geval zeggen vaak of je een saddle, een stabiel iets hebt of een instabiel iets. Alleen, je kunt dan niet spiralen van nodes onderscheiden. Nou is dat niet altijd een probleem. Maar als je dat dus wel, als je die twee wel wilt kunnen onderscheiden, dan moet je een volledige Jacobiaan maken. En dan kun je in principe al deze zes evenwichtssoorten vinden. Nou, is dat het ook alweer? Jacobiaan was de afgeleide van de eerste vergelijking naar x en naar y. En de afgeleide van de tweede vergelijking naar x en naar y. De determinant daarvan was dit maal dit min dit maal dat. En de trace was dit plus dat. Nou, vervolgens kon je aan de hand van die trace en die determinant kon je de eigenwaardes vinden. Een soort, je vult de ABC-formule in met de trace als B en de determinant als C, zeg maar. Krijg je dat? Die D, die wordt bepaald ook door je trace en je determinant. En het is ook nog zo dat je determinant van die Jacobiaan is het product van je twee eigenwaarden. Nou, dat betekent dat als één van deze twee eigenwaarden, één van die lambda's, negatief is, dan is het product dus ook negatief. Een positief iets maal een negatief iets is een negatief iets. Dus als je determinant negatief is, dan weet je al dat één van je twee eigenwaarden negatief is. En als je een negatieve en een positieve eigenwaarde had, dan had je een saddle point. Dus hadden we zo'n mooi schema voor. Als je determinant negatief is, dan weet je dat je een saddle point hebt. En dat is instabiel, want een van de richtingen is niet stabiel. Nou, als je determinant groter was dan 0, dan zit je dus in dit gebied. Hè? Dan is ofwel zijn allebei je eigenwaarden positief, of ze zijn allebei negatief. Nou, als ze allebei positief zijn, dan had je een instabiel evenwicht. Dus in dit geval, of je eigenwaarden positief of negatief zijn, wordt bepaald hier door die trace. Als die negatief is, dan zijn je eigenwaarden negatief. En als die positief is, dan zijn ze positief. Dus als je trace positief is, dan zijn je allebei, en je determinant is ook positief. Dan heb je dus twee positieve eigenwaarden. En als het ding dan niet complex is, dan heb je een non-stable node of een unstable node. Als je trace negatief is, dan heb je dus negatieve eigenwaardes, dan heb je een stable node. En als die eigenwaardes wel complex zijn, dat betekent dat als deze d negatief is, dus als deze determinant hier veel groter is dan die trace, dan wordt dit hele ding negatief. En dan heb je dus complexe eigenwaardes. Dan zit je dus in dit gebied, stabiele spiraal of een instabiele spiraal. En dat wordt dus bepaald door het reële deel van je eigenwaardes. En dat wordt weer bepaald door die trace. Dus als je d kleiner is dan 0 en je trace is positief, dan heb je
een instabiele spiraal. En als je d kleiner is dan 0 en je hebt een negatieve trace, dan heb je een stabiele spiraal. En dan heb je nog een tussengeval dat je complexe eigenwaardes hebt en je trace is gelijk aan 0, dus je zit precies op deze lijn. Dan heb je dus iets wat niet stabiel is en niet instabiel. En het is een center point, dat is neutraal, stabiel. Dus dan heb je complexe eigenwaardes met een reëel deel dat 0 is. Oké, nou, in principe zijn dit alle 6 de evenwichtspunten. Dit zijn dus allemaal puntequilibria. Hè? Dat betekent, wat bedoelen we nou met een punt? Als je een systeem hebt met 2 variabelen, dan is dat een bepaalde grootte van allebei de variabelen waarvoor dat systeem stabiel is. En als je dat dan op een faseruimte tekent met 2 dimensies, dan heb je dus 1 punt met een x en een y, zeg maar, een bepaalde grootte van de x en de y en de y-variabelen. En daar kun je dan een Jacobiaan bepalen. Nou, we doen het in deze cursus alleen met 2 dimensies, maar hetzelfde kun je in 3 dimensies doen. Dat kun je ook in 20 dimensies doen. Dan wordt het wat lastiger om je Jacobiaan te bepalen, maar dat betekent niet dat het niet kan. En dan heb je 20 variabelen. Nu is dit allemaal redelijk droge wiskunde, hè, wat we hebben gedaan, die evenwichten. Dus je moet niet vergeten dat dit uiteindelijk doen we dit, ja? Er staat een center point. Moet dan de d dus een negatief zijn? Ja. Positief zijn? Nee, center point is de d negatief. Oké, als die positief is, dan... Als de d positief is en je trace is 0, dan zijn allebei je eigenwaardes 0. En dan heb je geen eigenwaardes, volgens mij. Of in ieder geval. Dat is een situatie die niet... Oké, waar was ik? droge wiskunde. Dus tot nu toe hebben we redelijk wiskundig naar die dingen gekeken. Hè? Maar je moet niet vergeten dat dit natuurlijk overeenkomt met dingen die je in het echt tegenkomt. We hebben het gehad over konijnen en vossen. Of andere predator-pro-systemen. We hebben het gehad over chemische stoffen die in evenwicht kunnen zijn. Je kunt ook... je kunt ook wat minder biologische voorbeelden nemen. Bijvoorbeeld als ik deze sinaasappel zo hou, dan is die in een instabiel evenwicht. Want als ik hem een zetje geef, dan ligt hij op de grond. Is hij niet meer in evenwicht. Als ik hem in een kuil zou gooien, dan zou die in een stabiel evenwicht zijn. Want dan komt hij op de bodem van de kuil terecht en dan kun je hem een zetje geven. Maar dan rolt hij weer net zo hard terug. En die omtrek van die kuil is dan in principe je attractiegebied. Alles, ieder punt waar je hem in die kuil neerlegt, komt hij uiteindelijk op de bodem van de kuil terecht. Daar vond ik nog een mooi voorbeeld. Oh. Van een instabiel evenwicht. Dat wil ik jullie even laten zien. Dus ik heb gezegd, het is een beetje, mag ietsje donkerder. Dit is een... Dit is een mooi voorbeeld van een instabiel evenwicht met positieve feedback. Dus nu is het allemaal nog in evenwicht. Hè? En met een kleine verstoring, niet meer. Dus ik had het al een keer gehad. En uiteindelijk gaat het naar een nieuw
stabiel evenwicht. Dit. Dus ik had al een keertje positieve en negatieve feedback genoemd. Positieve feedback rondom een evenwicht betekent dat als je een klein stukje uit je evenwicht gaat, dan ga je er van weg. Nou, dat was hier heel duidelijk het geval, hè? Je verstoort het systeem een klein beetje en dat is meteen, is het evenwicht weg. En negatieve feedback betekent dat je verstoort het systeem een klein beetje en het gaat weer terug naar het evenwicht. Dat is de sinaasappel in de keil, zeg maar. Oké, dit is misschien een beetje een flauw voorbeeld, want het is niet zo makkelijk te relateren aan de modellen die we hebben gezien. Maar het is wel, het illustreert een belangrijk punt van die instabiele evenwichten. Een instabiel evenwicht is wel een evenwicht. Dus dat betekent als je in het evenwicht begint, dan blijf je daar ook wel in. Als je die muizen vallen met die balletjes erop gewoon laat liggen, dan blijven ze gewoon liggen. Pas als je het verstoort, dan ga je eruit. Maar je gaat niet vanzelf naar zo'n instabiel evenwicht toe. Die muizenvallen raken niet vanzelf in die toestand met al die balletjes erop. En deze sinaasappel springt niet vanzelf op mijn hand. Dus je moet echt in zo'n instabiel evenwicht zitten, dan blijf je erin. Het is een evenwicht, maar je gaat er niet zo snel naartoe. Het is geen attractor. Nou, hebben we nog meer evenwichtstypen die geen puntevenwicht zijn? Dit is bijvoorbeeld ook een evenwicht. Als je deze een zetje geeft, of stopzet, en laat hem weer los, dan gaat hij weer net zo hard door. Nou, daar gaan we het vandaag over hebben. Ons laatste soort evenwicht is geen puntevenwicht, maar het zijn limietcycli. En we gaan eens kijken aan de hand van het Lotka-Volterra-model. Jullie inmiddels wel bekend. Nou, het klassieke Lotka-Volterra-model. Laten we eens even opzoeken. En dat doe ik even op deze site om jullie te laten zien dat het bestaat. Dit is een soort zoekmachine voor wetenschappelijke dingen. Als je hier in Lotka-Volterra intikt, dan krijg je Lotka en Volterra, de personen. Dat is niet mijn bedoeling. Dus ik moet waarschijnlijk Lotka-Volterra model intikken. Daar moet je even over nadenken. Ja. Dat is hem. Dan krijg je informatie over het Lotka-Volterra-model. Even kijken, wat zien we hier? We zien hier een modelletje. En we zien hier de oplossing van het model. Als we een klein stukje naar onder scrollen, dan krijgen we een mooi plaatje hier. Nou, wat is hier te zien? Kan iemand mij vertellen wat we hier zien? Dus dit is een faseruimte. Prooi, predator. En je ziet dus rondjes, nou ja, met pijltjes. Dus we kijken naar trajectories in de faseruimte. En in dit geval zie je dat het ronddraait. En wat voor soort evenwicht hebben we hier? Kan iemand mij dat vertellen? Suggesties? Wat is dit voor een ding? Limietcyclus? Nou, warm. In dit geval zie je. Ja, het is wel een limietcyclus inderdaad, maar dit is een vrij specifiek geval. In dit geval is het een neutraal evenwicht.
Dus wat is er aan de hand? Dit is een center point. Nou, deze variant van het Lotka-Volterra-model kom je heel veel in leerboeken tegen. Waarschijnlijk staat die ook in jullie ecologieboek. Als we nou eens naar die vergelijkingen kijken. Dus hier heb je de vergelijkingen. Een x, dat is de prooi. En de y is de predator. En dan zie je, als je dit uitvermenigvuldigt, dat het gewoon een heel eenvoudig modelletje is. Dan gaan we even terug naar de slides. Wat we hebben, is zo'n model. Dit is eigenlijk het meest eenvoudige predator-prooi-model wat je op kunt stellen. Je hebt gewoon exponentiële groei van de prooi. De prooi wordt opgegeten door een predator en de predator heeft een sterfteterm. En er zit geen dichtheidsafhankelijkheid of wat dan ook in. En als je hiervoor de nulclinus opstelt, dan zie je dat die er zo uitziet. En je ziet dus dat de nulclinus horizontaal en verticaal zijn. En dat levert een beetje een bijzondere situatie op. Want als je hier een grafische Jacobiaan doet. Even kijken, heb ik ook nog krijtjes misschien? Nou, we kunnen hier een grafische Jacobiaan maken in dit evenwicht. Dit blauwe is de x-nulcline en het rode is de y-nulcline. Dus als je hier een klein stukje naar rechts gaat vanuit het evenwicht, dan zit je op die x-nulcline. Dus dat betekent dat de verandering in de horizontale richting, in de x-richting, dat is wat je hier invult, is 0. En als je omhoog gaat, is die negatief, want je gaat naar links. Dus hier, als we recht omhoog gaan vanuit het evenwicht, dan is de horizontale richting is negatief. Alles wijst naar links. Dus dan krijg je dit. Als je naar rechts gaat en je kijkt of je omhoog of omlaag gaat, dan ga je omhoog. Dus dit is plus. En als je hier omhoog gaat, dan zit je op de y-nulcline. Dus deze is ook 0. En als je hier de determinant opstelt, dan heb je 0 keer 0 min een negatief ding. Is dus groter dan 0. En de trace is dit plus dit, dus die is 0. Dus we zitten aan de bovenkant van ons schema. Hè? Dus we hebben een stabiele of een instabiele node of spiraal of een center point. En de trace is 0. Dat is het speciale geval dat je precies op die as zit. Dat betekent dat we een center point hebben. Nou, center point heeft neutrale stabiliteit. Dus als je ergens in deze faseruimte begint, dan volg je gewoon ga je niet naar het evenwicht toe, je gaat er ook niet vanaf. Dus je volgt gewoon de pijlen en je gaat rondjes draaien. Dus als je hier begint, dan krijg je dit. Dat kleine rondje. En als je hier begint bijvoorbeeld, dan krijg je dat grote rondje. En als je hier begint, krijg je nog een groter rondje. Nou, dit voorbeeld wordt heel veel gebruikt om te laten zien dat je dus oscillaties kunt krijgen in predator-prooi-systemen. Alleen wat is nou het probleem van dit voorbeeld? Wat is het probleem met dit model? Iemand enig idee? Of een probleem met dit model? Dus het is eigenlijk een beetje een rare situatie dit, hè? Die horizontale en die verticale nulclines. Op het moment dat je namelijk hier iets van dichtheidsafhankelijkheid in stopt, dan zijn die nulclines niet meer horizontaal en netjes verticaal. Dus op het moment dat je hier bijvoorbeeld logistische groei van maakt, en die hebben jullie in hoofdstuk 3 van theoretische biologie gezien, dan gaat deze nulcline gaat een beetje schuin lopen. Ik schuim de andere kant op. Zo. En dan heb je dus geen center point meer. Want als je dan recht omhoog gaat,
Nee, als je dan naar rechts gaat, dan heb je hier geen nul meer. Dus dit is eigenlijk een beetje een kunstmatig voorbeeld. Nou, jullie hebben al gezien dat je dus wel oscillaties in zo'n predatorprooi systeem kunt hebben. Maar dat zijn dus geen centerpoints. Nou, deze versie van het Todd-Kafelter-model hebben jullie ook al gezien. Het is een iets realistischere versie met een logistische groeiterm voor de prooi. En een functionele respons hier, die er zo uitziet. Dus dan heb je een verzadigde functionele respons, een mono-respons. Dus dat betekent dat de predator niet oneindig veel prooien op kan eten in een bepaalde tijd. Als je heel veel prooien hebt, dan is op een gegeven moment de hoeveelheid die er gevangen worden, dat verzadigd. En als je naar dit model gaat kijken, nou, we vullen wat waardes in hier. En de carrying capacity vullen we nog even niks in. Ik zet eventjes, oh nee, dat is wel goed. Nou, waarschijnlijk heb je hier geen center point. Dus het model wat we hebben is dit. R is de prooi, N is de predator. Ik heb ze even kleurtjes gegeven, zodat je ze makkelijk kunt herkennen. Dat is ook een tip om zelf te doen, want dat scheelt een hoop potentiële fouten. Ik heb hier de functionele respons even ingevuld. Dit zijn de parameters. En we beginnen, we gaan gewoon netjes ons schema doen als we zo'n model krijgen. Beginnen we met het tekenen van een faseplaatje. En voor het tekenen van een faseplaatje moeten we de vergelijkingen van de nulpins hebben. En daarvoor is het handig als we weten van tevoren welke variabelen we als x en welke we als y-as gaan gebruiken. Dus suggesties welke we hier als x en welke als y kunnen gebruiken, het handigst. Is het slim om r bijvoorbeeld als y te gebruiken? Nee, hè? Want die r die zit hier in een breuk. En bovendien, hier heb je een r-kwadraat. Dus het wordt een ontzettend vervelend ding als je daar die r uit wil gaan halen. Iets met wortels krijg je dan. En dat is niet lekker tekenen. Dus je kunt veel beter die n eruit halen als y. En die r als x laten staan. Want dan weet je tenminste hoe je hem moet tekenen. Die n die kun je hier makkelijk uithalen. En hier ook. Dus de eerste stap. Als je nulpins gaat tekenen. Is meestal bepalen wat je x en wat je y gaat worden. Dus we hebben hier de n als y. En de n is de predator. En de r als een x. En dat is de prooi. Ik zal ietsje meer licht doen. Oké. Dus we hebben de n als ik als y gekozen. Nou, dan stellen we de eerste vergelijking gelijk aan 0. Nou, hier zie je dat alle termen bevatten een r, hè? Dus we kunnen die r buiten haakjes halen en dan vervolgens zeggen, oké, okay, of r is 0 of de rest is 0. Dus r is 0 is een nulkline. Dan laten we eventjes de blauwe nulkline stippelen. R is 0 is dit. En de andere nulkline is dit verschrikkelijke ding. Nou, die kunnen we natuurlijk omschrijven. Moeten we die n eruit halen en als functie van iets van r schrijven, om hem te kunnen tekenen. Nou, dat heeft Rob afgelopen woensdag voorgedaan, hoe dat moet. We kunnen ook een klein beetje lui zijn. Dus ik kreeg op het mathematica practicum van iets meer dan een week geleden de vraag af en toe van, waarom zou je dit in vredesnaam gebruiken? Nou, het antwoord is omdat wetenschappers vaak functioneel lui zijn. Dus je kunt dit soort dingen omschrijven, kun je natuurlijk ook gewoon door de computer laten doen. En nou wil het geval dat die site Wolfram Alpha
van de makers van Mathematica is. Dus je kunt daar gewoon Mathematica dingen invullen. Dus hierboven zie je... Dan moet het licht ietsje omlaag, dat is niet zo handig. Hierboven heb ik de vergelijking ingevuld. En gelijk aan 0 gesteld. En ik wil de n vrijmaken, dus dan zeg je solve dit ding voor n. En als je dat dan vervolgens doet, dan krijg je dit als antwoord. Nou, pardon, dit als antwoord. En dat is niet een heel mooi ding. Dan kunnen we vervolgens dit nog ietsje vereenvoudigen door te zeggen, klik er even op. En dan krijg je een aantal alternatieve vormen ervan. Hier. En dan kunnen we misschien nog zeggen, eens even kijken wat dit eigenlijk voor een ding is. Met collect kun je zeggen, oké, ik wil alle machten van R bij elkaar zetten. En dan krijgen we dit ding, hè. En dan moet je even bedenken dat die R's, die B's, die H's, dat het gewoon parameters zijn. En die K ook. Dus wat is dit voor een ding als we het willen tekenen? Ik zie mensen dit doen. Het is een parabool. Het is een bergparabool, want onze kwadratische term is negatief, dit ding. Oké. Dus we hebben gewoon een bergparabool. Dit was dus onze vergelijking. Die kunnen we omschrijven door de n eruit te halen. Krijgen we dit. En dit ziet er niet zo heel fijn uit. Maar als je deze haakje zegt vermenigvuldigd, dan zie je dat je uiteindelijk gewoon een kwadratische functie hebt. Met een negatieve kwadratische term. Dit ding. En dat is dus een bergparabool. Dan kunnen we ook nog even kijken hoe tekenen we die parabool. Dan moeten we de snijpunten met de x- en de y-as... Of in ieder geval met de x-as weten. Even kijken, kan ik nou ergens op klikken? Oh ja, hier. Ja, je kunt dus nu gewoon die parameters invullen. Nu vraag je je misschien af, waarom heb ik niet meteen die parameterwaardes ingevuld? Dus ik had natuurlijk ook meteen deze in kunnen vullen. En dan is dit ding omschrijven een stuk makkelijker. De reden waarom ik dat niet doe... is niet alleen om jullie te pesten, maar is omdat als je dat zo lang mogelijk uitstelt, dan kun je heel makkelijk zien, later nog, hoe dat ding eruit zal zien voor andere parameters. Terwijl als je meteen die parameterwaardes invult, en je wilt weten voor andere parameters, moet je je hele berekening overnieuw doen. Oké, nou, snijpunten van deze parabool met de x-as... Kunnen we eventjes functioneel lui zijn. Als we dit ding gelijkstellen aan 0. En even kijken hoor, dan willen we weten... Hop, dat krijgen we meteen. Dan zien we hier onze resultaten. Min h en k zijn de snijpunten met deze as. Dus als je die paraboolvergelijking gelijk staat aan 0 en je lost hem op voor r, dan krijg je dus een bergparabool, zoiets. Dit is min h en dit is k. Nou, als je wil weten waar de top zit van dit ding, dat is niet zo moeilijk. Die zit gewoon in het midden tussen deze twee punten. Hè? Nou, waar is het midden? Dat is k plus dit stukje. Dus k plus h, gedeeld door 2. Dus de top hier.
is k plus h gedeeld door 2. In dit geval is onze h is 0,1. Onze h is 0,1. Dat betekent dat die top hier op k plus 0,1 gedeeld door 2 zit. Ofwel een half k plus 0,05. Dat hebben we straks nodig. Maar eerst moeten we de... Dit is dus de pronucleïne, hè? Oh, deze moet eigenlijk even gestippeld worden. Kleurtjes zouden handiger zijn, maar die heb ik niet. De pronucleïne. Nu de predatornucleïne. Nou, je ziet dat iedere term een n heeft, dus n is 0 is een predatornucleïne. Of de rest. Dus dan krijg je dit. Dus dit is een predatornucleïne. Of dit ding. En als je hier waardes invult voor d, h, b en d, dan krijg je ongeveer 0,61. Dus het is een rechte lijn. Nou, we weten nog niet waar 0,61 zit. Althans, een rechte lijn bij 0,61. Je hebt dan eigenlijk drie verschillende situaties. Afhankelijk van hoe groot k is, kan je predatornucleïne hier liggen. Of hier liggen, aan de rechterkant van die parabool, top. Of hier zijn. Dus we hebben ergens... Bij 0,61, zo. En we hebben een predatornucleïne. En afhankelijk van hoe groot onze k is, ligt die links of rechts van de top, of als de k hier zit, snijdt die überhaupt niet. Nou, nu moeten we nog een vectorveld tekenen. Nou, hoe doen we dat in dit geval? Het is een beetje lastig bij deze. Want we kunnen wel zeggen, oké, bijvoorbeeld... We maken r heel erg groot. En dan wordt deze wordt heel erg groot. En die wordt ook heel erg groot. Dus dat is een beetje moeilijk om te zien wat er dan gebeurt. Dus misschien moeten we r klein houden en n heel groot maken. Dan wordt deze wordt klein. En die wordt groot. Dus als we m... groot maken en n r klein houden, zitten in dit stuk. Hè? En dan is die bovenste, wordt deze term het grootste en dan wordt die dus negatief. Zo. En bij die onderste, als we r heel klein houden... En n groot maken, dan is deze term is iets groots maal iets kleins. En dit is gewoon iets groots. Dus die wordt ook negatief. Nou, vervolgens hebben we er maar eentje nodig. Kunnen we zeggen, oké, deze steken we over. Dit blijft hetzelfde. En... het vectorveld afmaken. Nou, er verandert in principe weinig voor deze. Dus dit is eigenlijk hetzelfde. Behalve dat deze er niet meer bestaat.
Dit is precies die. Oké, nou. Dus we hebben nu ons faseportret in drie kwalitatief verschillende situaties getekend. Nu de evenwichten. We hebben drie evenwichten, hè? Althans, in deze situatie hebben we drie evenwichten. In het positieve deel. Hier eentje. Hier eentje. En hier eentje. Dan moet ik eigenlijk nog even richtingen op de nulcline zetten. Even zien. Dit is een x-nulcline, dus dan moeten we naar boven of naar onder. Gaan we zo. Deze ook. Hier moeten we horizontaal doorheen. Ja. Oh ja, deze ook nog. Nou, dan kunnen we al van twee van onze evenwichten zien wat voor dingen het zijn. Die bij 0,0 ga je van deze kant naartoe. En van deze kant weg. Er zit een saddle point. En deze, bij K, daar ga je naartoe, naartoe en vandaan. Dus dat is ook een saddle point. Behalve in dit geval. Wacht even. Dat doe ik niet goed. Nee, je kunt het niet zo goed zien. Ja. In dit geval is dat als het goed is stabiel. En dan heb je dus als je geen kruispunt hebt tussen die twee, gaat gewoon je prooi gaat naar de carrying capacity. En je predator gaat naar nul. Oké, dus die evenwichten, die kun je grafisch bepalen. Nou, je kunt ze natuurlijk ook uitrekenen wat het zijn. Dat is nog best lastig in dit geval, hè? Dus dat betekent dat je ze allebei aan nul moet stellen. Dat hebben we in principe net al gedaan voor de nulclines. En dan moet je dus de uitkomsten van de ene moet je invullen in de andere. En daar moet je altijd even goed op letten. Dus we hebben... Je pakt in principe, je begint met de meest eenvoudige. Nou, dit is de meest eenvoudige. En de twee oplossingen van als je dit ding gelijk aan nul stelt, dat zijn de vergelijkingen van je nulclines. Dus dat waren deze twee. N is 0 en R is 0,61. De vergelijking van deze en deze lijn. En die moet je dus invullen in die bovenste vergelijking. Niet in de nulcline vergelijking van die bovenste. Hè? Dat is iets wat veel mensen fout doen. Dus je werkt in principe met het originele systeem. Maar omdat we deze al gelijk aan nul hebben gesteld en hebben uitgerekend, kunnen we meteen deze en deze gebruiken die we al hadden uitgerekend voor onze nulclines. Maar die moeten we dan wel invullen in de volledige vergelijking gelijkgesteld aan nul. Nou, als we n is 0 invullen... In de bovenste. Dan wordt dus deze term wordt 0. Hè? Dus we houden alleen maar dit over. Nou, dit gelijk aan 0. Dan zien we al dat. Als we dit uitvermenigvuldigen. Krijgen we dat. Dus het is een kwadratisch ding. En die heeft twee oplossingen. Namelijk R is 0. Als we die R buiten haakjes halen. Of de rest is 0. En als je dat dan omschrijft. Dan krijg je R is 0 of R is K. Nou, dat is op zich te verwachten. En die horen dus bij N is 0, hoort R is 0 en bij N is 0 hoort ook R is K. Dus dan heb je twee evenwichten eruit, 0,0 en K,0.
Dus dat is deze en deze. Dus bij deze dingen moet je altijd heel systematisch te werk gaan. Je moet even goed nadenken van wat moet ik nou waar invullen. De uitkomsten van deze heb ik hier ingevuld. Dat betekent dus dat allebei die uitkomsten horen bij n is 0. Ik heb n is 0, heb ik ingevuld. Dan komt r is 0 en r is k hoort daarbij. Dus je krijgt 0,0 en k,0. Nu moeten we nog deze invullen in die bovenste. Dat is ietsje meer werk. Als je dat doet, dan krijg je dit verschrikkelijke ding. Dus je vult voor die r hier, hier, hier en hier. Vul je dh gedeeld door b min d in. En vervolgens kun je dit bijvoorbeeld met de computer of met de hand, kun je dat dan weer omrekenen. Maar met de hand is niet echt een prettig klusje. Als je het met de computer doet, is het ook niet heel fijn om in te voeren, zoals jullie al zien. Oh. Ik moet iets kopen, blijkbaar. Dus dit soort dingen zijn ook niet heel fijn om met de computer te doen, want je moet dit invullen. En gelijk stellen aan 0 en dan de n oplossen voor n. Nou, dan krijg je dit. Dit wordt natuurlijk wel een stuk eenvoudiger. Op het moment dat je hier de waardes invult. Dus wat hadden we? R is 1. Even uit mijn hoofd. H is 0,1. D was 0,43. En B was 0,5. Ja, dan krijgen we er een wat eenvoudiger uitziend ding uit, deze. En als we dan dat nog even iets eenvoudiger maken door er een getal van te maken. Nou, het schiet niet echt op zo. Oh, dat wil ik niet. Nee, dan moeten we gewoon even deze aanklikken. En dan zeggen. Nou. Geef mij een nummer. Nou, ik krijg precies hetzelfde terug. Nou ja, goed. Uiteindelijk wat je krijgt. Zie je hieronder deze uitdrukking. Nou, dat is redelijk eenvoudig. Dus dat is 1,43 min 0,88 gedeeld door k. Dus we kunnen hier dit vereenvoudigen. Op die n vrijmaken, dan krijgen we dit. Dat is nog steeds een vrij ingewikkelde uitdrukking. Maar als we dan gewoon de waardes invullen, dan krijgen we deze twee dingen. Nou, ik zie dat ik hier niet goed heb afgerond. Dit moet 88 zijn, maar goed. En dat hoort bij r is 0,61, hoort dus deze n-waarde. Hè? Dus ons evenwicht. Nou, is dus 0,61. Bij dit ding. Dus dat is de top. Dit is 0,61. Oh, pardon. In dit geval. Deze kline ligt altijd bij 0,61. Dus de x-coördinaat of de r-coördinaat is altijd 0,61. En de n is wat daarboven staat. Die uitdrukking. Nou, wat is nou het verschil tussen deze drie situaties?
Dus als we die k groter maken, dus we beginnen met een kleine k, beginnen we hier. Als we hem groter maken, dan komt op een gegeven moment krijg je dit. En als je hem dan nog groter maakt, dan snijdt die lijn aan de andere kant van de top. Nou, wat heeft dat tot gevolg? Dat hangt dus vanaf waar het snijpunt zit, hè? Als die hier zit, dan heb je geen predator-prooi evenwicht. Alleen maar een prooi evenwicht. Als je hier zit, dan kunnen we al zien dat dat ding, als we hier een grafische Jacobiaan van maken, in dit punt, als we hier naar rechts gaan, dan krijgen we een negatief ding. Als we hier omhoog gaan, dan hebben we, dit is een einhulplijn, gaan we zo doorheen, dus dan krijgen we ook een negatief ding. Als we hier naar rechts gaan en kijken of we omhoog of omlaag gaan, dan gaan we omhoog. En als we hier omhoog gaan en we kijken of we omhoog of omlaag gaan, nou, we zitten in een einhulplijn, dus dit wordt 0. De determinant is dit maal dit, is dus 0. Min iets negatiefs, is dus iets positiefs. We hebben geen saddle. En de trace is min plus 0 is dus kleiner dan 0. Nou, determinant groter dan 0. En trace kleiner dan 0 betekent dat we een stabiel evenwicht hebben. Dan hebben we ofwel een stabiele spiraal of een stabiele node. En in dit geval is dat anders. Dat zal ik zo even laten zien. Dus, als k kleiner is dan 0,61, dus dat betekent dat, heb je deze situatie, hè? De k is kleiner dan dit punt, 0,61. Je hebt geen snijpunt, dan krijg je een stabiel evenwicht hier bij k. Dus dan zie je dat alles uiteindelijk daarheen gaat. Als je k tussen, ja, als het dus je k zo is dat deze lijn tussen de top en dit ding terechtkomt, en dat is dus een waarde van k tussen de 0,61 en de 1,33. Nou, hoe kom je aan die 1,33? Dat is door deze gelijk te stellen. Even kijken hoor. Dus als je k min 0,1 gedeeld door 2... gelijk staat aan 0,61. Dan heb je dus deze situatie. Oh. Waar je top dus bij 0,61 ligt. Dus dat is precies de overgang. Dit is voor k is 1,33, hè? K is 1,33. Nou, dan heb je dit. Dus deze situatie. In principe begin je met een stabiele node dan. Dus je ziet dat dit ding uiteindelijk daarin gaat. En als je deze lijn dan verder schuift, of eigenlijk de parabool verder naar rechts schuift, dan wordt het op een gegeven moment wordt het een stabiele spiraal. Hoe dan ook, hij is in ieder geval stabiel. En als je wilt precies weten waar die een spiraal wordt, dan moet je dus een volledige Jacobiaan doen en dat uitrekenen. Dat gaan we nu niet doen. Het is ook niet zo interessant of het nou een spiraal is of een node. Hij is in ieder geval stabiel.
Nou, als je hem dan nog verder schuift, dan kom je op een gegeven moment in deze situatie, waarbij je dus die top oversteekt. En dan kom je dus hier. Nou, hier kunnen we ook een grafische Jacobiaan maken. En als we hier naar rechts gaan, dan komen we onder die parabool terecht. Dus in plaats van in dit stuk, komen we in dit stuk terecht. Dus als we hier naar rechts gaan, dan zie je al, nou, je hoeft niet eens de Jacobiaan te doen, want je kunt eigenlijk al zien dat die niet stabiel is. Want deze pijl die wijst van het evenwicht af. Dus als je hier naar rechts gaat, dan blijf je naar rechts gaan. Dus aan het vectorveld kun je al zien dat op het moment dat je hier die top van die parabool oversteekt, dat je evenwicht dan instabiel wordt. En je had een stabiele spiraal. Hier. Nou, op het moment dat je dus die parabool verder schuift, dan wordt dat een instabiele spiraal. Dus als je k groter wordt dan 1,33, dan krijg je dit. Want als je in de buurt van het evenwicht begint, dan spiraal je weg. En dan kom je uiteindelijk hier terecht. Dus je gaat rondjes draaien. Oké. Nou, eventjes deze drie situaties met elkaar vergelijken. Dus hier hadden we een stabiele noot. Hè? Nou, als je dan bijvoorbeeld hier begint, dan ga je op daarheen. En als je dat over de tijd uitzet, dan zie je dus dat je prooi neemt af dan. Vervolgens neemt je predator neemt ook af. En daarna neemt je prooi weer toe. Dus dat zie je hier wat er gebeurt. Je prooi neemt af. Je predator, die rode lijn, neemt ook af. Je prooi neemt weer toe. En uiteindelijk worden ze allebei, komen ze in een stabiele situatie terecht. En naarmate je deze lijn dichter bij de top komt, krijg je dus dat het gaat een paar keer eromheen gaat draaien voordat hij stabiel wordt. Dus in principe is dat niet heel erg verschillend. Alleen, dus je ziet min of meer hetzelfde gebeuren, alleen je ziet er een paar extra wiebeltjes in zitten. Dus eigenlijk is het niet zo boeiend of dat een spiraal of een noot is. Het eindresultaat is eigenlijk hetzelfde, namelijk dat je een stabiele situatie hebt. Dus het verschil tussen die twee situaties is kwalitatief eigenlijk niet heel erg verschillend. Het verschil tussen de twee situaties is niet verschillend, het is geen goed Nederlands. Het verschil in die twee situaties, er is kwalitatief geen verschil, laat ik het zo zeggen. Kwantitatief alleen, namelijk dat de ene spiraal is en de andere niet. En als je wil weten waar precies die overgang zit, heb je dus de volledige Jacobiaan nodig. Nu, als je die top van die parabool oversteekt, dus als deze lijn links van de top van de parabool ligt, is er dus wel een duidelijk verschil. Dan is deze instabiel. En als je dan het plaatje in de tijd bekijkt, zie je dat het echt heel anders is dan deze twee. Dus je begint in de buurt van de top, eigenlijk op dit evenwicht min of meer. En dan zie je dat dat ze allebei behoorlijk gaan oscilleren en op een gegeven moment blijven ze dat ook doen. Hè? Dus het evenwicht is nu instabiel geworden en je gaat naar deze oscillatie toe. En dat is dus een limietcyclus. Nou, wat je moet bedenken hier is dat het vectorveld, dus het enige wat er gebeurt is dat in de buurt van het evenwicht verandert de stabiliteit. Alleen de rest van het vectorveld verandert niet. Dus hier was het zo dat als je ergens begint, dan ga je uiteindelijk naar het snijpunt toe, naar het evenwicht toe. Hier verandert de stabiliteit van je evenwicht lokaal, rondom het evenwicht. Maar de rest van het vectorveld blijft hetzelfde. Dus als je in de buurt van het evenwicht begint, dan ga je er van weg. Maar als je ver van het evenwicht begint, bijvoorbeeld hier, dan ga je weer naar het evenwicht toe. En dan kom je ook op deze limietcyclus terecht. Dus wat gebeurt er? Eventjes als je naar dit schema kijkt. Ze begonnen met een kleine k, met een stabiele noot.
Als we dan die k groter maken, dan schuift dit punt verder naar rechts. Dan kom je op een gegeven moment in dit gebied terecht. Dan is dit weer een spiraal. En als we dan die k nog groter maken, dan kom je hier door deze lijn heen. Waarbij dus je trace 0 is. Dan krijg je een center point. Maar je moet bedenken, dit is een niet-lineair systeem. Dus dat center point, dat geldt alleen maar in de buurt van het evenwicht. Als je daar begint, dan ga je een rondje draaien. Maar als je verder van het evenwicht afgaat, de rest van het vectorveld zegt nog steeds, ga naar dit punt toe. Dus als je daar ietsje verder vanaf begint, dan heb je gewoon een spiraal. En als je dan die k nog groter maakt, dus hier hebben we gewoon precies deze lijn op de top. Nou, dat is verdomd lastig om dat goed te krijgen. Als je hem dan nog groter maakt, dan wordt dit ding instabiel. En dan krijg je dus deze situatie, een instabiele spiraal met een limietcyclus eromheen. Nou, dat lijkt me een mooi moment voor pauze. Nou, zoals jullie net hebben gezien dus, is het wel degelijk mogelijk om oscillaties te krijgen. Dat hadden we hier bij Rob ook al gezien, maar is het wel degelijk mogelijk om oscillaties te krijgen in een Predator Prooi model als je geen rechte nulklinkers hebt, hè? Dus als je geen center point hebt. En wat krijg je dan? Nou, dan krijg je een instabiele spiraal en daaromheen een limietcyclus. En die limietcyclus die zorgt voor de oscillaties. En in dit geval kunnen we zien hoe dat ding ontstaat door onze carrying capacity, onze k, groter te maken langzaam en dan te kijken wat er gebeurt met ons evenwicht. Dus we hebben in principe hebben we een aantal bifurcaties, dus veranderingen van evenwicht doordat we de parameter veranderen. Dus we kregen op een gegeven moment een stabiele noot, als we hier een kruispunt krijgen. Als je dan de k blijft verhogen, dan krijg je een stabiele spiraal. En als je hem blijft verhogen, dan krijg je op een gegeven moment even een center point lokaal. En dan krijg je een instabiele spiraal. Nou. De evenwichten die wij tot nu toe hadden gezien, voor vandaag, het waren allemaal, de stabiele evenwichten waren allemaal point attractors. Dus onze stabiele evenwichten waren attractors, hè? Daar ga je naartoe, ook als je ergens anders bent. En het waren allemaal punten. Dus je had een stabiele noot of een stabiele spiraal. Dat was één punt in de faseruimte, dus een bepaalde hoeveelheid predator en prooi, of een bepaalde concentratie van stof A en stof B. Als je met een andere concentratie of een andere populatiegroottes begint, dan ga je uiteindelijk naar die attractor toe en dan blijf je daar. Dus het systeem blijft in dat punt. Gaat erheen en blijft daar. In dit geval, dus bij een stabiele spiraal, zien we dus oscillaties en uiteindelijk gebeurt er niks meer. Want in het evenwicht gebeurt per definitie is de verandering nul. Dus als je dat over de tijd uitzet, dan krijg je een aantal afnemende oscillaties en uiteindelijk een rechte lijn. En bij een stable node krijg je dus exponentiële af- of toename en dan een rechte lijn. Ja, exponentieel. Nou, een stabiele limietcyclus die we net hebben gezien, dat is geen point attractor, maar een zogenaamde closed curve attractor. Dus het is een gesloten curve. Het zwarte ding hier. Het is niet één punt, maar een serie van punten. Alle punten die op die curve liggen. Dat is de attractor in dit geval. Nou, als je op die attractor begint, dan blijf je erop.
En als je ergens anders begint, dan ga je erheen. Dus die groene lijn kun je niet zo goed zien hier, maar dit is vanaf hier begonnen. Ik zal even het licht ietsje dimmen. Dat helpt wellicht. Als je hier begint, dan ga je uiteindelijk spiraal je richting het evenwicht en kom je op deze limietcyclus terecht. En als je hier binnen begint, dan spiraal je naar buiten toe en kom je ook op die limietcyclus terecht. En als je eenmaal op die limietcyclus zit, dan blijf je gewoon rondjes draaien. Blijft het systeem rondjes draaien. Dus als je dat over de tijd uitzet, dan krijg je oscillaties. Oké, nou is het belangrijk om je te realiseren wat het verschil is tussen zo'n limietcyclus en een centerpoint. Bij een centerpoint hebben we dus neutrale stabiliteit. Hè? En we hebben oscillaties omdat onze eigen waardes complex zijn. Maar je gaat niet naar het evenwicht toe of er vanaf. Dus je krijgt, nou in dit geval zijn ze mooi rond, maar net hadden we een soort ei-vorm. Maar je krijgt in ieder geval, je gaat ook een rondje draaien. Maar omdat het neutraal is, als je dus in de buurt van het evenwicht begint, dan heb je een klein rondje. En als je verder weg van het evenwicht begint, heb je een groot rondje. Dus de amplitude van je oscillaties is verschillend afhankelijk van waar je begint. Dus je krijgt oscillaties, maar als je hier begint heb je kleine oscillaties en als je daar begint heb je grote oscillaties. En waar je begint, nou, dat hangt dus van je begincondities af. En dat bepaalt dus ook de amplitude van je oscillaties. Daar komt dus bij dat centerpoints komen eigenlijk in het echt niet echt voor. Want je hebt er vrij specifieke omstandigheden voor nodig om zo'n neutraal, stabiel evenwicht te krijgen. En het is heel leuk om dat wiskundig uit te rekenen en te laten zien dat het kan bestaan, maar het is biologisch niet zo heel relevant. Dat voorbeeld van die Lotka-Volterra met neutrale stabiliteit, dat is een mooi demonstratievoorbeeld, maar het is niet zoals het in het echt werkt. Meestal als je oscillaties, blijvende oscillaties ziet in een echt systeem, dan heb je te maken met de limietcyclus. En dat is dus niet, zoals hier, een heleboel mogelijke lussen, loops. Maar het is er maar eentje. Dus er is maar één amplitude. Dus als je op die lus begint, in de punt C bijvoorbeeld, dan heb je dus één amplitude van oscillaties. En de stabiliteit van die limietcyclus bepaalt of je daarheen gaat of niet. Nou ja, hoe zit het met de stabiliteit van een limietcyclus? In dit geval is dus duidelijk dat vanaf binnen spiraal je erheen en vanaf buiten spiraal je er ook heen. Dus dit ding is duidelijk stabiel, hè? Dus een stabiele limietcyclus is een attractor, want je gaat in het attractiegebied in ieder geval ga je erheen. Het is een gesloten lus van punten in plaats van één punt. En in het midden, in dit geval, vinden we een instabiele spiraal. Dus dit is gewoon wel een evenwicht. Als je hierin begint, dan blijf je hier ook wel. Maar als je net iets buiten het evenwicht komt, dan ga je meteen naar die limietcyclus toe. Nou, een instabiele limietcyclus is het omgekeerde. Oh, wacht even. Ik had nog een slide. Dus bij een stabiele limietcyclus, als je op de cyclus begint, dan blijf je oscilleren op de cyclus. Hè? Als je er binnen begint, bijvoorbeeld in het punt A, dan krijg je dus toename van je amplitude van je oscillaties, net zolang totdat je hier terechtkomt. Dus je krijgt zoiets. Toenemende oscillaties tot die op een gegeven moment constant worden. En als je buiten begint, dan krijg je dus afnemende oscillaties totdat je op een gegeven moment weer op de cyclus terechtkomt. Dus je krijgt grote oscillaties die steeds kleiner worden en dan constant blijven. Nou, een instabiele limietcyclus is het omgekeerde. Dus daar heb je, hier heb je een stabiele spiraal. Met een, dus je gaat, als je hier binnen die limietcyclus bevindt, dan ga je naar dit punt toe.
En buiten heb je een instabiele spiraal. Dus als je je buiten deze limietcyclus bevindt, dan ga je weg van het punt. Weg van de cyclus. Dus het is een instabiel evenwicht. Daarom heb ik hem ook gestippeld. Als je op deze limietcyclus zit, dan blijf je er wel. Maar op het moment dat je ietsje naar binnen gaat, ga je naar dit punt. En op het moment dat je ietsje naar buiten gaat, dan spiraal je, heb je in feite gewoon een instabiele spiraal. Nou, je kunt je voorstellen dat in echte systemen zul je niet zo snel precies op deze cyclus terechtkomen. Dus in de praktijk zijn instabiele limietcycli zijn een soort grensgebieden tussen een stabiele spiraal en een instabiele spiraal. Die geven de grens aan van deze attractor. Alles binnen de limietcyclus is een attractiegebied van dit punt en alles erbuiten niet. Nou, als je op de limietcyclus begint, dan blijf je erop. Dan krijg je dus weer die oscillaties. Maar op het moment dat je een klein stukje naar binnen gaat bij dit punt A, dan zie je dus afnemen van oscillaties, totdat je op een gegeven moment in dit punt terechtkomt. En als je daar ietsje buiten begint, dan spiraal je, dan heb je dus toenemende oscillaties, totdat je ofwel in een ander evenwicht terechtkomt, of je gaat gewoon naar oneindig oscilleren. Je raakt een van de assen op een gegeven moment. Nou, we hebben al gezien in principe hoe zo'n limietcyclus ontstaat, hè? Dus als je een niet-lineair systeem hebt van twee variabelen met een parameter c, dus je hebt hier twee vergelijkingen en die hangen op een of andere manier, die hangen dus af van je variabelen x en y en van een parameter c. In dat geval hier was het onze carrying capacity. Oh, ik heb hier trouwens, was ik net vergeten te zeggen, een foutje gemaakt. Ik had hier geschreven k plus h gedeeld door 2 voor de top, maar dat moest zijn k min h gedeeld door 2. Omdat je dit stukje ervan af moet trekken, in plaats van erbij op moet tellen. Je schuift hem ietsje naar links. Dat even terzijde. Nou goed, je hebt dus een systeem van 2 differentiaal vergelijkingen. En als nou in een van de evenwichten van dat systeem, het is een niet-lineair systeem, er kunnen meerdere evenwichten zijn. Als in een van de evenwichten de eigenwaardes complex zijn, dan heb je dus een stabiele of een instabiele spiraal. En die eigenwaardes hangen af van die parameter c. Dan kan het gebeuren dat als die c verandert, dat dan het reële deel van je eigenwaardes, dat dat van stabiel naar instabiel gaat, of van instabiel naar stabiel gaat. Dus als het van negatief naar positief gaat, nou, negatief is een stabiel evenwicht en positief is een instabiel evenwicht. Het is complex, hè? Dus je gaat dan van een negatieve, een stabiele spiraal naar een instabiele spiraal. Dat is wat we net zagen gebeuren hier. Dan verandert in de buurt van het evenwicht, verandert de stabiliteit. Dus je krijgt lokaal krijg je een instabiele spiraal. Maar de rest van het vectorveld verandert niet. Dus dat betekent dat als je wat verder van het evenwicht zit, dan ga je nog steeds richting het evenwicht, want het systeem was stabiel. En je krijgt een soort conflict tussen de dynamica in de buurt van het evenwicht, waar je uit het evenwicht weggeduwd wordt, en de dynamica in de rest van het systeem, waar je naar het evenwicht toegeduwd wordt. En de limietcyclus is eigenlijk de oplossing van dat conflict. Dus je had een stabiele spiraal met convergente, een convergent systeem. Dus je gaat richting het stabiele punt. Vervolgens verandert de stabiliteit. Hè? Dus je krijgt hier krijg je een. Dit ding wordt even neutraal. En vervolgens instabiel. En dan ga je hier dus weg van het evenwicht. En hier ga je er nog steeds naartoe. En daartussenin krijg je dan dus een stabiele limietcyclus.
En wat er dus gebeurt is dat bij je evenwicht verandert het reële deel van de eigenwaardes van dit evenwicht. Verandert hier van negatief naar nul naar positief. Dan krijg je dus een instabiele spiraal met eromheen een stabiele limietcyclus. En het veranderen van de stabiliteit van het evenwicht, dat noemen we een Hopf-bifurcatie. En hetzelfde kan natuurlijk andersom ook gebeuren. Dus dat je hier een instabiele spiraal hebt. Dus hier zijn je eigenwaardes complex en positief. En die veranderen dan, doordat je parameter verandert, van nul, via nul naar negatieve eigenwaardes. Dus je krijgt hier een instabiele spiraal, een stabiele spiraal. En de rest van de vectoren die zegt, je moet weg van het evenwicht. Dus hier moet je er naartoe, hier moet je weg, weg. En daartussenin heb je dus een instabiele limietcyclus. Nou, als je dus in dat schema kijkt, dan is die Hopf-bifurcatie, die verandering van de stabiliteit van je spiraal, is dus dat je van dit gebied naar dit gebied gaat, of andersom. Dat is een Hopf-bifurcatie. Als je van hier naar hier gaat, dan heb je dus een stabiele spiraal naar een instabiele spiraal plus een stabiele limietcyclus. Of terug, heet ook een Hopf-bifurcatie. En als je een systeem had met een instabiele spiraal en je gaat hier naartoe, dan krijg je dus een stabiele spiraal plus een instabiele limietcyclus eromheen. Nou, dit voorbeeld staat in je boek, in je reader. Als een ander voorbeeld van een systeem met een limietcyclus. Nou zie je hier dat die eigenlijk niet heel veel verschillend is van deze. Want als je kijkt naar die bovenste vergelijking, die is exact hetzelfde als die ik net had opgesteld voor de Lotka Volterra. Dus voor de prooivergelijking heb je hier logistische groei van de prooi. En hier heb je een functionele respons, verzadigde functionele respons. Nou, deze is precies hetzelfde als net. Alleen hier is hij anders, want hier zie je dus niet de functionele respons en de sterfterm. Maar je ziet hier een logistische groeiterm die een maximum heeft bij de prooipopulatie. Dus alleen de predatorvergelijking is anders. En die is dus logistisch hier. Nou, als je hiervoor nulclines tekent, dan verandert deze nulcline natuurlijk niet, hè? Dus de prooi-nulcline is precies hetzelfde. Dus je krijgt zoiets. In dit geval heet onze prooi P. En onze predator heet R. En je krijgt dus weer exact dit. Dit is een te klein krijtje. Iets groter krijtje. Krijg dus weer dit. En dit was onze andere nulcline. En alleen de prooi-nulcline is anders in dit geval. Nou, wat voor ding hebben we hier? In alle termen staat een R als je hem even uitvermenigvuldigt. Dus dan krijg je dit. Ik zal ietsje meer licht maken. Als je de haakjes even wegwerkt. Dan krijg je dit. Nou, hier kun je de R weer buiten haakjes halen. En dan kun je zeggen, dit is 0 of dit is 0.
of b min br. Dat voor t is 0. En als je deze dan even omschrijft, PR gedeeld door P min BR gedeeld door P is min B. Nou, links en rechts deel door B door min B krijg je R gedeeld door P is 1. En dan van links en rechts vermenigvuldigen met P. Dan krijg je, en wat dan onze i, is de r. R is p. Dus onze nulklinus zijn r is 0 en r is p. Nou, r is p is een schuine lijn met een richtingscoëfficiënt van 1, die door de oorsprong gaat. Zoiets. En dit is onze andere nulklinus. Dus je krijgt dit als nulklinus. In plaats van dat. Nou, het vectorveld is eigenlijk hetzelfde. Dus je kunt hier weer zeggen, we maken... even kijken, in dit geval, we gaan hier kijken. Dus we maken P heel klein en R heel groot. Als we R heel groot maken, wordt deze P heel klein, wordt dit ding klein en deze wordt iets groter. Dus dit wordt negatief. En hier, we maken R klein en P groot. Dan wordt dit ding... Ja, dus hier niet zo goed te zien, helaas. Oh ja, P klein en R groot. Je hebt gelijk. Dus dan wordt dit wordt klein. Nee, wacht even. P wordt klein en R wordt groot. Je hebt gelijk. Dus wat je dan krijgt is dat R groot is. Dus deze term wordt groot. En deze term is R kwadraat. En P is klein. Dus deze term wordt groter. Dus dit wordt ook negatief. Dus je krijgt dat. Nou, je ziet al, het is niet altijd bij dit soort modellen niet altijd even makkelijk, ja? Die onderste, ja. Dat is hetzelfde als deze, hè? Dr dt. Het is dus dr dt. En ik zei, wat zei ik nou? R groot en P klein. Als je in dit vak zit. Dus we kijken hier ergens in de buurt van deze as. En als je dan R groot maakt, dan wordt die R kwadraat wordt extra groot. En wat die P klein is, telt hij niet zo erg mee. Dus dan wordt dit negatief. Nou, dan wordt het vectorveld eigenlijk hetzelfde als daar. Dus je krijgt hier dit. Hier dit. En hier klap deze weer om. Je krijgt dit. Dus je krijgt weer, het vectorveld zegt, oké, we roteren. En nu zijn er dus een aantal gevallen mogelijk weer, hè. Dus je hebt deze variant, afhankelijk van hoe groot je die k maakt, dat hij rechts van de top snijdt en je kan hele links van de top snijden. Oh, een beetje lelijke parabool. Dat is een beetje het idee. En in dit geval is het niet goed grafisch te zien wat er met je stabiliteit gebeurt in de buurt van deze top. Want als je hier in de buurt van de top zit en je gaat een stukje naar rechts, dan zit je
die top is daar bijna horizontaal. Dus dat is heel lastig om te doen met de grafische Jacobiaan. Daar kom je ook niet uit. Dus dat moet je met een echte Jacobiaan doen. Nou, dat gaan we niet doen nu, maar ik ga je het resultaat wel laten zien. Dus hier, als je rechts van de top snijdt, heb je hetzelfde als hier eigenlijk. Hetzelfde vectorveld, min of meer. Dan is je stabiel. Kijk maar, je gaat hier naar het evenwicht toe, hier naar het evenwicht toe, hier naar het evenwicht toe en hier naar het evenwicht toe. Nou, weet je nog niet zeker dat die stabiel is, maar als je dan de grafische Jacobiaan doet, dat kan daar wel. Dan zie je dat het een stabiele spiraal of een stabiele noot is. Op het moment dat hij hier links van de top snijdt, kun je dat niet zo goed zien. En wat blijkt? Dat als je ietsje links van de top zit, dan heb je nog steeds een stabiele spiraal. Dus dat is anders dan bij deze. Want hier had je meteen een instabiele spiraal op het moment dat je links van de top zat. Als je dan die K ietsje groter maakt, dan verandert het toch alsnog in een instabiele spiraal. Dus dan krijg je eigenlijk toch nog hetzelfde als hier. Je moet alleen ietsje verder links van die top komen. Dus dan zie je dat je, als je dan buiten, dan krijg je dus een stabiele limietcyclus. Hè? Als je van buitenaf daar begint, dan ga je er naartoe. Ja, je kunt helaas de nulklinie niet echt zien, want die zit groen, sorry. Dat doet Grind, kiest hele handige kleuren voor de nulklinie standaard. En als je in de buurt van dit evenwicht begint, dan zie je dat je naar buiten spiraalt en ook in de limietcyclus terechtkomt. Dus je krijgt de vorming van een stabiele limietcyclus. En de overgang tussen die twee is dus weer een Hopf-bifurcatie. In beide gevallen zit je in dit geval links van de top. Dus het is moeilijk te zeggen waar precies die Hopf-bifurcatie optreedt. Dat kun je eigenlijk alleen maar analytisch oplossen of met Grind uitproberen. Ik geloof dat dit ook, geloof ik, een opdracht is, dit model, in het Grind practicum. En de rest van het vectorveld zegt nog steeds, oké, ga naar dit evenwicht toe. En op een gegeven moment wordt hij instabiel. Dus dan kom je hier, ga je van het evenwicht weg, hier ga je er naartoe en je komt dus op een limietcyclus terecht. Oké. Nou, dus eigenlijk is het niet super ingewikkeld, die limietcycli. Als je een systeem hebt met een instabiele of een stabiele spiraal, en je hebt een parameter die verandert dusdanig dat je stabiele spiraal instabiel wordt, of je instabiele spiraal stabiel wordt, dan krijg je dus dat lokaal de stabiliteit van het evenwicht verandert, en globaal niet. En dan krijg je dus een limietcyclus om dat evenwicht heen. En die is dan instabiel of stabiel. Nou, nu nog even heel kort iets over het tentamen. Ja? Ja? Dat de rest van je vectorveld verandert niet. Dus het verschil tussen dit en dit is alleen maar de stabiliteit van het evenwicht rondom het evenwicht. Maar omdat de rest van je vectoren, het is een niet-lineair systeem, dus de rest van je vectoren die zeggen nog steeds, ga naar het evenwicht toe. Dus je moet bij die niet-lineaire systemen altijd uitkijken dat je bepaalt de stabiliteit van het evenwicht aan de hand van van de Jacobiaan. En dat is een linearisatie die alleen maar geldt in de buurt van het evenwicht. Dus lokaal verandert de stabiliteit, maar de rest van het systeem, alle andere evenwichten veranderen natuurlijk niet. En al die andere evenwichten die bepalen ook wat je vectoren doen. Oké. Nu nog kort iets over het tentamen. Ik geloof 12 april is het tentamen. Hè? En dat is van Robsdale en van het wiskunde gedeelte.
Dus er zijn een aantal vragen van dit stuk en een aantal vragen van theoretische biologie. Eigenlijk het enige verschil tussen die twee is dat de vragen van theoretische biologie meer over biologie gaan. De methodes zijn natuurlijk eigenlijk precies hetzelfde. Dus wat je moet weten voor theoretische biologie is ook voor een groot deel wat je moet weten voor wiskunde. Of eigenlijk andersom. Alles wat je moet weten voor wiskunde moet je ook weten voor theoretische biologie. En voor theoretische biologie moet je nog iets meer over de biologie ook snappen. Waar komt het nou op neer? Nou, je hoeft geen dingen uit je hoofd te gaan leren in principe. Dat is niet de bedoeling. Maar je moet eigenlijk dit stappenplan, dit analyseplan uit kunnen voeren. Voor een willekeurig systeem van twee vergelijkingen. Dus dat betekent, en dat is het meest lastige eigenlijk hiervan, is meestal het tekenen van de nulclinus en het vectorveld. Dus als je dat goed kunt, dan ben je al heel eind. Nou, als je die helemaal hebt getekend, dan zie je vanzelf wel waar de evenwichten zitten. Als je die evenwichten moet uitrekenen, moet je altijd even goed opletten, want het kan goed misgaan. Dus je kunt jezelf heel vaak controleren aan de hand van de vectoren, en van de nulclinus. En bij het tekenen van zo'n faseplaatje is het echt heel handig om netjes te werken en om kleurtjes te gebruiken. Want anders wissel je al heel snel de verkeerde vector om. Of je weet niet meer welke nulcliner bij welke variabele hoort. En hetzelfde geldt voor het berekenen van evenwichten. Moet je altijd heel erg systematisch te werk gaan. Dus je moet echt de oplossingen van de ene, allebei, of als je er meerdere hebt, allemaal invullen in die andere. En echt alle evenwichten, de juiste evenwichten bij elkaar proberen te vinden. Dat is nog best lastig. Maar in principe is het vooral een kwestie van netjes werken. Dus train jezelf daar een klein beetje in. Nou, vervolgens die grafische Jacobiaan en de analytische Jacobiaan. Het is even een gepruts, maar het is op zich niet heel moeilijk. En je krijgt op het tentamen even kijken, krijg je dit ding erbij. Ik denk dat ik nog even een ietsje betere versie maak. Even kijken, kunnen we dit ook vol scherm? Dus je krijgt zo'n soort formuleblad erbij. En daar staan de belangrijkste dingen op. Ik denk dat ik me een klein beetje aanpas nog, maar de inhoud wordt in principe niet anders. Dus er staan een aantal verschillende soorten functies op. Zorg dat je deze functies kunt tekenen, hè. Er staan de regels voor differentiëren staan erop. Althans, een aantal. Er staat op hoe je de eigenwaardes uit moet rekenen. Er staat op hoe de determinant en de trace werkt. Dit schema staat erop. Een aantal verschillende soorten plaatjes. En hoe die grafische Jacobiaan werkt. Het is een beetje een rommelig tekeningetje. En verder, aan de andere kant, je mag er ook zelf eentje meenemen, want deze is niet zo heel duidelijk. Maar er staat de formulekaart van de middelbare school. Dus de rekenregels voor werken met machten, logaritmen, dat soort dingen. Je mag, dus dit ding mag je erbij houden. Je reader uiteraard niet. En je mag ook geen grafische rekenmachine gebruiken. Dat betekent dus wel dat de meeste berekeningen die je zult moeten doen, zijn niet zo moeilijk. En mocht je er niet uitkomen, laat gewoon de berekening staan. Is het niet zo erg. En zorg dat je deze functies kunt tekenen. En zeker rechte lijnen en parabolen en dat soort dingen.